Goedemorgen. S'morgens bij GOT voel ik me altijd een beetje zoals een bakker. De broodjes en de koffiekoekjes zitten lekker in de oven op te warmen, want het is nu 7:45, over een kwartiertje gaan onze deuren open en we zitten vol zet. Als er mensen komen, dan hebben we geen plaats meer voor hun, want alle tafels zijn in beslag genomen. Meer zelf, we zitten met een dubbele boeking. Dat betekent dat we eigenlijk meer boekingen hebben aangenomen dan tafels we hebben in onze zaak. Maar het is niet zo'n heel groot probleem, want de eerste tafel komt al om 7:45. En de laatste tafel die gereserveerd heeft, die komt ongeveer om 10:30. En als je dat een beetje uitrekent, dan komt dat goed. Ik bedoel, je hebt heel veel mensen die blijven niet zo lang plakken. Of ze zouden natuurlijk allemaal blijven zitten aan hun tafel. Dan zitten we wel met een probleem, want dan hebben we echt een tafel te weinig. Maar zelfs in dat geval hebben we ook nog altijd de wintertuin. En die is langs hier, als je door de gang loopt. Fel licht zeg, het is zonnig vandaag. Als je daar doorloopt, dan kom je in onze tuin terecht. En in onze tuin is er ook nog een soort van veranda. Een soort van plekje met een afdak, met een grote schuifdeur. Ik vind dat eigenlijk de gezelligste hoek van GOT. En daar kan je ook gewoon zitten om wat te ontbijten. En die zit nog niet vol, dus stel dat die tafel dan toch nog geen plek zou hebben, dan kan die gewoon daar gaan aanschuiven. Wil jij trouwens ook eens komen ontbijten? Wel, ga eens even naar onze website www.got.be en daar vind je meer informatie over wat wij allemaal kunnen aanbieden aan jou. We hebben het klassiek ontbijt en het luxe ontbijt. En ik zou voor het luxe gaan, dat is het lekkerste en dat ziet er ook het beste uit, vind ik. We hebben ook nog een smoothie ontbijt momenteel lopen. Het luxe smoothie ontbijt. Dat is ook een luxe ontbijt, maar dan nog met een extra smoothie erbij. En dat ziet er zo uit. En dan zeg je zo van, ja, maar jij nou, als ik op restaurant ga, dan ga ik meestal gaan lunchen of avondeten. Wel, ik deed dat ook altijd. Maar je moet er toch eens van proberen te genieten om eens een ontbijtje te nemen. Echt waar. Een ontbijt, dat maakt soms zoveel goed. Je moet er ten eerste vroeg voor opstaan. Of ja, vroeg. Pak om 9:00 of om 10:00 kan je er ook nog komen ontbijten, dus dat is niet zo heel erg. Maar langs de andere kant begint je dag dan natuurlijk ook wel veel vroeger. En heb je uiteindelijk ook veel meer aan je dag. En je bent goed gestart met een lekker ontbijt. Dat is ook heel belangrijk. Nu ga ik hier het gordijntje opentrekken. En de show die kan beginnen. We gaan weer werken, jongens. Wow, het is hier weer terug leeg. Alles is terug schoongemaakt. En ik ga straks hopelijk nog een nieuwe badje nog wel met mensen nog wel binnenvallen. Maar ik wil heel graag onze vlinderen uit Spanje een plekje geven. Ik vind het heel mooi aan onze vlindermuur. Dus ja, dus jij gaat die nu appjes erbij afhangen. Deze mooie vlinder vinden we echt keimooi. Dus even een duimpje omhoog als je hem ook mooi vindt. Moet je hem eigenlijk zien? Alleen niet op dat. Zo, kijk, hij is er keimooi. Weet je niet? Oh ja, kijk, de vorige nageltjes zijn wel beduidend sterker dan deze. Ik weet niet of dat kleine ding... Zal wel goed, jawel. Ja, komt wel goed. We zullen het zien. Ja. En ook ons bordje vanuit Portugal krijgt een plekje tussen al onze mooie tekstjes aan de muur. Dat hangt wel heel dicht bij de andere. Misschien moet het ook een beetje korter maken. Et voilà. Wine is the answer. What was the question? Die hangt nu ook. En die andere van Portugal, die hebben naast ons bordje vanuit Amerika hangen. Dus linkse bordjes zijn die van Amerika. Die hebben we meegepakt van Route 66. En deze hier, Difficult Roads Often Lead to Beautiful Destinations, die hangt hier nu. Mooi, hè? Tevreden? Onze vlinder heeft tijd. Ik wil graag een volledige muur. Ja. Nou, we gaan sowieso geregeld kopen nog wat nieuwe, maar dit is nu voorlopig nu hetgeen wat we hebben. Maar deze vlinder weet ik toch niet of ik hier zo mooi vind hangen. Misschien moeten we hem toch een ander plekje geven. Een beetje hoger. Ja, hoger, hè. Zo gaan mensen anders tegen botsen. Ja, maar ietsje meer nog een keer naar rechts, denk ik. Ja, ja. We draaien weer op volle toeren. Pannenkoekjes worden gemaakt voor de klanten. Dat is lekker, hè? Ja. Veel mensen vragen jouw recept van de pannenkoeken, maar dat blijft geheim, hè? Nee, dat is mijn geheim. Onze deeg, hoe we die maken, dat is een geheim. Ja. Het ziet er goed uit. Ze ruiken ook zo lekker. Ja, jongens. Hoppa. Klantjes zullen weer blij zijn. Mm-hmm. Kan bij ons pannenkoeken krijgen met een bol ijs en chocoladesaus. Maar ook een pannenkoeken met bijvoorbeeld Nutella choco. Of pannenkoeken met siroop. Pannenkoeken met suiker. Dus je hebt heel veel opties. Je moet maar eens kijken op onze website got.be en dan vind je daar heel veel meer over. Of
kom gewoon eens langs en probeer ze allemaal. Dat is misschien wat overdrijven, hè. En je krijgt bij ons altijd 2 pannenkoeken voor de prijs van 1. En nu is Grootians Koffie en ons theehuisje gesloten en is het tijd voor feest. Zoals je gisteren misschien wel hebt gezien in de vlog, ik ga vandaag mijn 30e verjaardag vieren met mijn mama. Hallo. En mijn stiefpapa en Jeno en ook nog eens allemaal vrienden en vriendinnen erbij. En ik kijk er echt super hard naar uit. En we zijn gisteren dus in de Lidl nog allemaal vlees aan het aankopen geweest. En dan gaan we nu lekker zelf op de barbecue leggen. Deze dingetjes hebben we gisteren allemaal gaan halen. Het zijn allemaal speciale barbecue vleesjes vanuit de Lidl, zoals je ziet. We hebben verschillende zoals spek op provinciaalse wijze, chipolata mix. We hebben ook nog satéetjes. Hier hebben we ook nog kipfiléhaasjes. Minuutsteek, hebben echt van alles. Gewoon lekker eten voor op de barbecue. Je lijkt trouwens precies alsof je nu in een winkel bent. Zo. Hier ligt alles en jij staat erachter. Ik mag het zijn, mag het iets kippen. En hier hebben we onze barbecue grillmaster van dienst, Jan. Dat gaat niet goed komen. Jawel. Jawel. Een beetje lang gewend. Zullen we even wachten met de wijn uit te schenken? Ja. Oh my god, echt. Ik ben gewoon vergeten te vloggen toen iedereen hier was. Ja. Het was gewoon zo gezellig en ja, we waren aan het babbelen en zo. En dan in no time was het gewoon voorbij gevlogen. En heb ik nu dus niet gevlogd. Niet goed. Het was eigenlijk wel heel fijn om dat ook op beeld te hebben. Maar in ieder geval, we hebben een gezellige vriendinnenbende hier op bezoek gehad. Ik zeg wel vriendinnenbende, maar natuurlijk ook nog Dirk was er ook bij, de partner van Anne. En we hadden hier Michou en Jan, die waren, en de kindjes waren erbij. En dan was er ook nog Ilona en Thalissa, zij waren hier ook. En Jan, die zit hier nog steeds als de grillmaster, mijn heel lieve stiefpapa. En kijk, hier is Ilona nog steeds. Ja. De mama van Juline ook nog, hè? Die ja, die is hier ook. Ja, altijd, hè? Altijd op de feestje. Zij zijn alleen nog maar vrouwen hier aanwezig. En Jan. Ik zit er maar tussen. En Jan, vrouwen en Jan. En Jan ook nog. Maar Jan zit daar. We zijn hier een beetje in de keuken aan het babbelen. Ik en Jan hebben gegrillmasterd, dus we hebben de barbecue gedaan. Ja. Je hebt heel veel vriendinnen over gehad. Waar is ook nog de partners van, van Anne, als we het weten. Dick. En, ja, en Michou, Jan. Michou, Jan was ook erbij. Dus hoeveel waren we? Met 12? Nee, met 13. We kwamen een bord tekort. Nee, dat was een bord vuil. Ik had een bord weggezet. Er waren een paar kindjes bij. Dus ja, er waren 3 kindjes bij. Het was een gezellige dag. Dit was echt wel heel erg leuk. Dat was echt een toffe avond. Ja, ik heb een leuke ketting van Ilona gekregen. Hier staat dus mijn naam op, Jolien. Maar dat is jullie waarschijnlijk wel, mijn naam. Maar het is een superleuke ketting. En dan heb ik ook nog een flesje gekregen. En van Anne en Dirk heb ik ook nog een boottochtje in een restaurant bezoekje cadeau gekregen. Ja. En dat was ook van mijn mama en Jan had ik ook al een theemachine cadeau gekregen. No. Dit heb ik hier van Thalissa cadeau gekregen. Het is een tas. Ja. Met dan daarin nog een tas. Okay. En dan daarin zit dan parfum. En op de parfumdop staat er Love You. Okay. Super lief. En dan is er ook nog een setje voor de bodyverzorging. Mm-hmm. En ook nog een armbandje met een wereldbol van Totally Too. Oh, kei tof. Ziezo, dat is het. Kei leuk, joh. Ik vind het eigenlijk echt wel kei leuk, vooral. Vond je het een leuk feestje? Ja, echt super gezellig. Het was zo gezellig dat ik zelf ben vergeten te vloggen. Ah. En jij ook trouwens. Ja, dat is stom, hè? Dat gebeurt. Maar volgens mij, je bent gestopt met vloggen toen wanneer ik en Jan aan de grillen. Ja, en dan is het gestopt. Ja. Ah, stom eigenlijk, hè? We moeten het feestje opnieuw doen. Want we gaan allemaal iedereen opnieuw zeggen dat we terugkomen. En dan gaan we toch nog. Dat vind ik wel een goed idee. Het is nu 11 uur, we kunnen nog tot 5 uur s'nachts kunnen we nog feesten of zo. Ja, nee, dat niet. Dat is genoeg geweest. Dat was wel leuk, hè? Ja, super gezellig. Een heel leuke dag gehad. Ik vond het wel tof. Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja. We gaan nu ook onze vlog afsluiten. We zien jou heel graag. Morgen gaan we iets leuks doen. Morgen weer voor een nieuwe vlog. Tot morgen. Morgen gaan we echt zoeken. Ja. Morgen iets leuks doen. Morgen zeker kijken. Ja. Ciao. Oh ja, ik heb ook nog hele mooie orchideetjes cadeau gekregen van mijn mama en Jan. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.